Dank u, voorzitter. Voorzitter, eigenlijk is dit een goed nieuwsdebat en dat komt niet vaak voor. De PVV is ontzettend blij dat naast Hongarije en Finland ook Nederland, mede dankzij de PVV, voor een blokkerende minderheid gezorgd heeft. En hiermee de natuurherstelverordening van de heer Timmermans in de bureaulabeland is. Geweldig nieuws dat er eens naar de hardwerkende boer is geluisterd in plaats de verregaande groene plannen van diezelfde meneer Timmermans. Er is een nieuwe wind gaan waaien. Voorzitter, de PVV is niet tegen natuur, maar we moeten wel realistisch blijven. Links doet ons geloven dat de natuur op sterven na dood is, voorzitter, terwijl wij in ons mooie Nederland Natura 2000 gebieden te over hebben waar de natuur er echt goed voor staat. En laten we daar trots op zijn. Want, voorzitter, wat doet die Natuurherstelverordening? Een schep bovenop regelgeving voor planten en dierenrijk en onze wateren, waarbij de stikstofhype zal verbleken. Boeren, vissen, bouwen, wegen aanleggen, het komt nog verder in het slop. De verordening maakt niet een eind aan de kwestie stikstof, het zet het land juist verder op slot. Een strop voor onze economie. De natuur in Nederland die is ontstaan door menselijk handelen, Gemaakt. gemaakte natuur dus. Nederland staat zo langzamerhand in dienst van de natuur, waar alles plaats moet maken voor de natuur. Voorzitter, we zitten in de meest vruchtbare delta in Europa, waar voedselproduct geproduceerd wordt van topkwaliteit door topboeren. In steeds meer landen om ons heen begint men afhankelijk te raken van de import van onze producten, zoals vlees, melk, kaas waarbij wij met deze natuurverordening een extra schep bovenop de toch al veel te veel regels gooien, dan droogt het ook hierop, de, voedsel, de voedselvoorziening ook hierop, voorzitter. Nederland heeft een hele belangrijke bijdrage in de voedselvoorziening en moet de voedselzekerheid bewaken. Dus, voorzitter, de conclusie is als wij ervoor willen zorgen dat alle monden gevoed kunnen blijven. De boeren kunnen blijven boeren, de bouwers kunnen blijven bouwen. Dan mag deze verordening nooit met de bureau laten uit. Dank voor uw breng.